Dan gaan we naar de bezoekende coach. Naast mij zat een coach die 10 wedstrijden lang ongeslagen was. Maar naast mij zit een andere coach die 9 wedstrijden ongeslagen was. Dat is toch een puik resultaat. Ja, ik vind dat wij hebben vandaag getoond dat wij kunnen wel tegen de goede ploegen in de competitie meedoen. Op Genk hebben wij een slechte wedstrijd gespeeld en die hebben 4-0 daar verloren, maar nu 9 wedstrijden op rij ongeslagen. En vandaag ben ik, en moet zeggen, echt trots op mijn spelers voor de manier waarop wij eindigen in deze play-off. Dat is altijd leuk tegen de beste ploegen te spelen. En Genk is zeker een van de beste in de competitie. Ik vind het gewoon een leuk einde van deze seizoen voor onze toeschouwers, voor onszelf ongeslagen te zijn. En dat geeft ons een klein beetje vertrouwen voor de volgende seizoen. En een leuke wedstrijd. 1-1 was een mooie uitslag, maar we konden nogthans wel 3-3 of 4-4 zijn. Maar ja, er waren vier kansen op beide kanten. Maar ik vind dat we hebben een goede wedstrijd gespeeld en proberen hoge druk te zetten op Genk. En ik ben, zoals ik zeg, echt trots op mijn spelers. Opvallendste verschil met de reguliere competitie is dat we vrij veel tot zelfs heel veel scoren. Ja, maar ja, dat is, als je ziet de laatste wedstrijden, dan eindigen we op 4-4, 3-3. En dat zijn altijd veel doelpunten gemaakt in die play-off 2. En dat heeft iets mee te maken dat, dat is geen druk niet meer. Hè. Dat is, iedereen gaat vrijuit offensief spelen. Niet elke speler gaat 100% achteruit lopen voor de verdediging. En dat zien we vandaag. Dat hebben wij duidelijk gezien vorige week op een 4-4-wedstrijd tegen Kortrijk. En dat is play-off 2. Als je niets hebt voor te spelen, is het moeilijk voor iedereen te motiveren om zijn 100% beste te doen. Maar vandaag hebben we dat wel getoond. En dat vind ik goed. En dat is positief. Maar ja, 1-1. De kern voor een beter seizoen 2017-2018 is gelegd. Ja, dat hoop ik als trainer. Dat hoop je altijd nieuwe spelers binnen te brengen. En breder, betere kern te hebben voor betere resultaten te kunnen halen. Maar ja, ik denk dat wij zijn op een goede weg naar de juiste en het goede kern. De voorzitter en Willy Reinders, onze sportdirecteur, die zijn goed en hard aan werken voor iets te doen voor onze trainers. Voor wij willen spelers hebben. En we hebben al 2 binnen en hopelijk komen er 2 of 3 erbij. Oké.